Yo mensen van Rate the Games, vandaag gaan we een nieuwe bouwupdate doen. Ik ben nou bij dit speeltuintje, misschien ken je hem wel. Misschien, ik weet niet zeker, maar het maakt niet uit, daar zijn we hier niet voor. Want we gaan nou naar de bouwplaats toe. Dus ik zou zeggen, let's go. Bouwupdate, symbolica. Nog steeds, ja, is de pagode dicht. Zo, ineens dikke vrachtauto, toetering. Maar kijk, zoals je kan zien. Oh wacht, trouwens, ik ga hier niet staan, want hier is de zon heel fel. Daar zo is een hijskraan. Laten we even dichterbij gaan kijken. Kijk, hier is de hijskraan. We kunnen zelfs stickertjes spelen. Tikkie, jij bent hem. Maar ik weet niet waarvoor die hier staat. Waarschijnlijk om omhoog te helpen of zo. Om te testen. Er is wel een beetje veranderd. Want zoals je kan zien. Eerst was hier alleen een goot. Maar nu hebben ze hier verder gemaakt, zeg maar. En daar zo op die stapel, dat zijn allemaal betonblokken of zo. Ik weet niet waar het uitkomt. Maar ja, daar weet ik eigenlijk helemaal niet mee. Even via de brug kijken. Voor de rest is er niet heel veel veranderd, maar dat geeft ook helemaal niet. Want des te meer hebben ze nog te doen. Daar hebben ze tenminste nog wat te doen. Nou jongens, we komen net van dit ding af. En toen zagen we dat de pagode in de lucht was. Dus we gaan even kijken. Zoals je kan zien, hij is in de lucht. En we gaan er een klein beetje dichterbij, maar we gaan niet helemaal daarheen. Maar het is dus vakantie, ja Timo. Maar ze zijn dus niet aan het werken. Want het is vakantie, zoals ik net al zei. Maar we gaan nou op die brug waar de boot stond doorgaan. Ga even voorbij. En dan gaan we even daar zo kijken bij de pagode. Zoals je kan zien, hij is in de lucht. Alleen hij draait zeg maar niet. Hij is zeg maar alleen hoog in de lucht. Maar ja, normaal draait hij ook een klein beetje rondjes. Maar dat doet hij dit keer niet. De hijskraan staat nog daar zo. En het is echt een kutdag vandaag. Want het regent soms. En dan is het ineens keivulle zon. En dan weer regen. En ja, het is echt een crisis vandaag. Maar maakt niet uit. Ja, hij test tenminste. Dus het is al goede handel. We gaan nou nog even naar de andere kant. Want misschien is daar wel iets veranderd. Dat weten we niet. Want daar staat een berg voor. Dus het kan zomaar zijn dat we nou even daarheen gaan. Zoals je kan zien is daar zo'n riviertje. En je denkt, hoort dat? Nee, dat hoort niemand. Het is gewoon fucking hard geregend. En het regent nog steeds. En daar zo hebben we gewoon een heel meer. Zoals je ziet, het is weer aan het regenen. Dat is echt niet leuk, want dan word je nat. Ja, dat is bijna altijd als het regent. Tenzij je ergens onder staat, maar maakt niet uit. En voor de rest is het niet heel veel. Ik weet niet of ik het al gezegd had, maar het is ook vakantie en daarom bouwen ze niet. Dus als je nou denkt, waarom is niemand? Daarom dus. Ja, en het is ook kut weer, want alles staat onder water. Nee! Ja, dat is een oceaan. Dat is oceaan, zeg je die. Dat vind ik nou ook. Kutbeest. What the fuck. Net toen ik de outro wilde doen. Ja, er kwam ineens een ding op mijn vinger zitten, maar maakt niet uit. Ja, hij wilde meehelpen. Ja, hij wilde meehelpen. Ik blijf hier wel even staan, want zoals je kan zien... Niet echt, dat is wel gezegend. Maakt niet uit, het is wel het einde. Dus even liken. En dan zeg ik, houdoe. En abonneren. Ook dat. Houdoe.